Hi, ik ben Tyler van fijnproeven.com. Welkom. Ik ga vandaag penen en uien maken. Ja, dat is een heel simpel gerecht. Je zou denken iedereen kan het, maar toch wil ik laten zien hoe ik mijn versie maak en hoe ik meer smaak opbouw. Ik combineer dit trouwens met heerlijke stoofvlees. Daar heb ik een apart recept voor gemaakt, omdat daar gewoon weer een aantal dingen zijn waar je op moet letten om heerlijke stoofvlees te maken. Dus daar heb ik een apart recept voor en daar maak ik ook een heerlijke saus bij. Focus ik mij alleen op de penen en uien. Waar moet jij nou op letten als je penen en uien moet maken? Want het lijkt zo simpel en het is eigenlijk ook heel simpel. Maar er zijn wel een aantal dingen waar je moet letten. Nou, het eerste is, kies een goede aardappel uit. Ik ben een voorstander van echt een kruimige aardappel. Dat geeft gewoon een mooiere stamppot. Je kan ook heel mooi de vocht weer absorberen die je toevoegt aan de aardappel. Dus daar ben ik een voorstander van. Ik gebruik ook altijd gewoon lekker winterpenen. Vind ik persoonlijk erg lekker. Als je de aardappel geschild hebt, doe ze meteen in water. Laat ze onder water staan, want anders gaan ze verkleuren. En dat is ook niet goed mooi voor de aardappel. Een ander ding waar je op moet letten, is als je de aardappel gaat snijden om te koken. Probeer ze zoveel mogelijk in gelijke stukken te snijden. Dan worden ze allemaal op een gelijke manier gaar gekookt. Oh ja, nog een dingetje. Niet veel water in je penen en uien. Probeer hem dat alles net onder staat. Want je hebt vloeistof namelijk weer nodig voor meer smaak. Dat ga ik je zo meteen laten zien. Nou, dit gaat lekker op het vuur. En dit kan lekker gaan koken. Ja, zo simpel is het. Mijn peen en uien zijn gaar gekookt. Als ik nu met een vorkje er doorheen prik, valt die aardappel mooi uit elkaar. De wortel. Ja, nou, kom op wortel. Die is mooi zacht. Dat prik je zo doorheen. Dus het is ideaal nu om te gaan stampen. Belangrijk nu is om een deel van het vloeistof te bewaren, niet weg te gooien. Nu ga ik prakken. Ik ga mijn aardappelen mashen. Dus ik doe altijd een beetje vloeistof erbij. Niet te veel. Dan wordt die wat smaakvoller. Nu ga ik sferen met wat saus en wat stoofvlees. Dus ik ga lekker een mooi bordje voor mezelf maken. En genieten. Kijk, dit is mijn penen en uien. Daar komt dan mooi die saus omheen. Ik ga mijn hap nemen van mijn penen en uien. Hij heeft heel veel smaak. Ik heb nog niks aan toegevoegd. En je proeft echt alles. Je proeft goed de peen. Je proeft goed de uien. Je proeft de aardappel. Hij heeft gewoon heel veel smaak. Als je dit ook nog eens combineert met mijn saus van zijn kaderlappen, van mijn stoofvlees. Ja, dat is echt gewoon heerlijk. Ja, het recept voor mijn stoofvlees, die kan je hier vinden. En ik wil jullie bedanken voor het kijken. Tot de volgende keer.